Assalamu alaikum, lieve jongens en meisjes. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van het ontstaan van de mens. Adam en Hawa hadden van de verboden boom gegeten. En zoals we hebben gezien, hebben ze ontzettend veel spijt dat zij Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam waren. En ze wachten gespannen af wat Allah subhanahu wa ta'ala zou doen. Allah subhanahu wa ta'ala riep Adam en Hawa bij zich. En dat Allah subhanahu wa ta'ala hen bij zich riep, geeft aan dat Allah subhanahu wa ta'ala barmhartig is en om ons geeft. Allah subhanahu wa ta'ala vroeg hen, heb ik jullie niet bevolen om weg te blijven van de boom? En heb ik jullie niet gewaarschuwd dat de duivel jullie vijand is? Subhanallah. Kijk hoe lief Allah subhanahu wa ta'ala met Adam is en zijn vrouw. En kijk hoe hij met hen praat, ondanks de fout die zij hebben gemaakt. De deur tot vergeving, lieve jongens en meisjes, staat dus altijd open. Adam en Hawa beseften hoe groot de fout was die zij hadden gemaakt. En zeiden vervolgens... Gelijk daarna vergaf Allah subhanahu wa ta'ala Adam en Hawa. En Adam heeft berouw getoond. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem vergeven. En hij is de eerste die door Allah subhanahu wa ta'ala is vergeven. We leren dus dat fouten maken hoort bij een mens. En dat het vragen om vergeving aan Allah subhanahu wa ta'ala een logische stap is naar het maken van een fout. Zo zegt onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering: iedere zoon van Adam, oftewel de mens, maakt fouten. En de beste onder hen zijn diegenen die daarna berouw tonen. Subhanallah. Wat bijzonder. We leren dat er geen zonde is waar je geen vergeving voor kunt vragen. En wij leren ook dat vergeven belangrijk is om door te gaan. En nadat Adam en Hawa berouw hadden getoond, zei Allah tegen Adam en Hawa en de duivel... Allah subhanahu wa ta'ala heeft in zijn wijsheid besloten om de mens en de duivel op aarde te laten leven. De duivel zei tegen Allah subhanahu wa ta'ala... Alles was door Allah subhanahu wa ta'ala voorbereid voor de mens om hier op aarde te kunnen leven. Er waren rivieren, er was eten en er was drinken. Er was zuurstof en er was eigenlijk alles wat de mens nodig heeft om hier op aarde te kunnen leven. Op de aarde zou de strijd namelijk losbarsten tussen de mens en de duivel. Tussen goed en slecht. Onze vader, Adam alayhi salam, wou dolgraag terug naar het paradijs. En de duivel wou Adam en zijn kinderen dolgraag naar de hel sturen. Adam en Hawa hebben als dank voor de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala hebben zij de hajj verricht. Zij zijn toen naar Mekka gegaan en hebben daar deze bijzondere
aanbidding verricht. Ze leefden vervolgens nog heel erg gelukkig samen en deden wat alle mensen ook doen op aarde, namelijk het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala en hard werken voor Allah subhanahu wa ta'ala. In de volgende aflevering gaan wij kennis maken met de kinderen van Adam en Hawa. Insha'Allah tot de volgende keer. Wassalamu alaikum.